zussendag. Moederdag. Moederdag. Ja, we zijn onze moederdag aan het inhalen. Juist. We zijn met de Primark aan het inhalen. Zoals ja, precies. Weet je, niks nieuws. Niks boeiend. Niks spannend. Maar we zijn onszelf wel aan het verdennen. Maar zeg je ook niet, sorry. Ja, oké, bepaalde sector kan het ook echt niet. In de zorg kun je ook niet zoiets verwachten. Nee. Maar het is wel een ochtend. Hele goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben nou onderweg naar het werk toe en dit heb ik al heel lang niet gedaan eigenlijk in mijn vlog. De laatste tijd ben ik gewoon meer van de challenges en zo. Weet je wat grappig is? Ik dacht altijd, of ja, toen ik natuurlijk met het vlog begon, was de visie van Gulchan en ik om echt gewoon a glimpse of our life te laten zien. En ik laat nog steeds wel een glimpse of my life zien. Alleen ik vind het best wel moeilijk, eerlijk gezegd. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Want toen ik met Gulchan begon, hadden wij zoveel leuke ideeën voor jullie. We hadden zoiets van, nou, dan gaan we dit doen, dan laten we dit zien. Dan gaan wij een partnerswitch doen, et cetera, et cetera, et cetera. Dus we hadden gewoon echt heel veel leuke dingen in punten geschreven. En ja, ook wel eens challenges, maar dat was gewoon met elkaar en niet zozeer met onze partner of zo. Dus ja, nu moet ik het elke keer als ik een challenge wil doen, moet ik het of met mijn man of schoonbroertje, zoontje, zusje. Ik moet zeg maar iemand anders ervoor erbij halen. Terwijl hun eigenlijk niet gevraagd hebben om te vloggen. Het was niet hun idee, maar ons idee. Dus Gulchan en ik. Jullie zullen jezelf ook wel afvragen van wat is de reden of waarom is Gulchan er niet. Ja, weet je, Gulchan moet gewoon op dit moment op haar eigen focussen. En weet je, vloggen kan altijd nog. Ik weet niet of ze terugkomt. Als ze terugkomt, is ze natuurlijk van harte welkom. En tot die tijd moet jullie het gewoon met mij doen. En kusjes en liefde voor Gulchan. Ik mis jou heel erg. Ik ga morgen toevallig wel een paar leuke dingen doen met haar. Weet je, heel veel mensen hebben de afgelopen tijd op het kanaal geabonneerd. Maar die denken misschien nu van, wie is Gulchan? Nou, als jullie zeg maar naar mijn eerste video's gaan kijken, dan kan je wel zien wie Gulchan is. En wij hebben gewoon samen, hebben wij deze vlogkanaal gemaakt. Ja, en onze visie was gewoon echt om mensen te laten zien hoe het is om een werkende moeder, een getrouwde vrouw te zijn. En natuurlijk hoe je met je kinderen omgaat, maar alsnog ook nog aan jezelf denken, weet je. Je hebt zoveel dingen en ik denk dat heel veel moeders zich hierin herkennen van oké, weet je, ik wil een goede vrouw zijn. Ik wil een goede moeder zijn voor mijn kinderen, maar ik moet ook eigenlijk ook een goede dochter zijn. Ik wil een goede zus zijn, ik wil een goede vriendin zijn, ik wil een goede werknemer zijn. Je wilt als vrouw zijn, ja, ik denk, ja, mannen hebben dat natuurlijk ook, maar ik praat nou even voor ons vrouw onder elkaar. Als vrouw zijn wil je zoveel dingen. Je wilt jezelf gewoon bewijzen. Je wilt alle ballen in de lucht houden. En dat gaat niet altijd, weet je. En dat heb ik gewoon, ik heb het zelf ondervonden. Ik weet niet of dat een goede woord is. Ik weet niet of dit een goede zin is. Maar ik heb dat zelf ondervonden dat ik niet alle ballen omhoog kon houden. Ik wilde echt alle ballen omhoog houden. Ik wilde werken. Ik wilde mijn eigen bedrijf. Ik wilde moeder zijn. Ik wilde vrouw zijn. Weet je, ik wilde iedereen pleasen. Maar ik kon mijn eigen niet pleasen. Ik kon mezelf echt niet pleasen. En het was gewoon meer ook van, ik zette mezelf altijd op het laatste plek. En nu denk ik dat heel veel moeders dit ook hebben. Je wilt niet jouw kinderen of je man of andere mensen om je heen het gevoel geven van, nou, eerst ik en dan pas jullie. Nee, je wilt altijd ervoor zorgen dat hun, ja, dat je wilt hun gewoon blij maken. Ik denk dat er gewoon bij elke vrouw wel zit. Maar wat ik dus wil te zeggen is, ik heb het vorige jaar heb ik ontdekt dat
ik zelf gelukkig moet zijn voordat ik anderen gelukkig moet maken. En ik ben er nog hartstikke... ik ben er gewoon nog heel erg mee bezig. Om, weet je, mezelf gelukkig te maken. En met jezelf gelukkig maken wil niet zeggen dat je een slechte huwelijk hebt. Of dat je niet goed voor je kinderen kan zorgen. Of, weet je, nee, dat wil ik niet zeggen. Ik wil gewoon zeggen van... Die Niandi of Niandi van... Ik moet Niandi weer... Hoe moet ik het zeggen? Ik moet Niandi weer ontdekken. Ik moet weer weten wie ik ben. Zonder man en zonder kinderen. En dat was ik even vergeten. Want alles draaide om mijn kinderen. Alles draaide om mijn man. En dat is tot op bepaalde hoogte wel goed. Maar je moet jezelf niet gaan wegcijferen. En dat wil ik jullie echt meegeven. Hoe moeilijk het ook is, probeer jezelf echt niet weg te cijferen. Want je probeert gewoon leuke dingen te doen. Neem gewoon tijd voor jezelf. Vandaag hebben wij... Kunjan. De wei, yeah. Jullie hebben haar gemist, hè? Geef maar toe, jullie hebben haar gemist. Ik heb haar niet. Het begint te groeien, volgens mij. Ben ik er? Jij. Denk het ook, ja. Ik ben gewoon van kleiner te worden. Ja. Komt toch niet? Of heb jij... Ik heb hoge schoenen. Oh, oké. Okay. Je hebt slippers aan. Laten we daarop houden. Niandi? Ja. Wat ga je doen? Hebben we? Nou, we zijn in de Primark alweer. En nou, dit keer ben ik Gulshan. Dat is hallo. Hallo. Ik kon even niet anders. En ik kan ook daar, kijk. Oh. En ik ben nou gewoon even van alles aan het proberen. Dit vind ik gewoon zo leuk. Ja. Het is wel jammer dat ik op vakantie kan zijn, maar kijk hoe leuk. Ook met een kort spijkerbroekje, witte basic shirt. En een bruine schoen had ze gepakt. Ja, hij is leuk. Dus... Het schut. Nee. Ja, oké, met deze kleding kan het niet. Nee, deze kleding niet natuurlijk. En dan gewoon, wat we zeiden, gewoon zo'n spijkerbroekje, hotpant. Je moet het maar aan doen. Gewoon los of... Is dan gewoon zo'n paardenstaart of zo, is ook wel leuk. Ja. Maar voor nu heb ik het even zo. Ja. Maar hij is echt leuk. Ja. En dit kost... €5. Het is niks. €5. Ik vind het leuk. Kijk, stel je voor dat je naar de strand gaat of zo, dat is toch hartstikke leuk, hè? Ja. Maar wat ik zei, dat is echt strandkleding, eerlijk. Ja, eerlijk. Korte broekje, heel basic wit shirt of alleen bikini top. En dan gewoon dat dit. Dat ga ik niet doen, dat kan ik niet. Nee, ja. It's too much to handle voor iedereen. Kom niet naar de Primark in Tilburg. Dat is echt... Ze hebben echt... naar mijn ding, ze hebben echt geen collectie. Of geen mooie collectie. Nee, kijkt, ik had wel beter verwacht van Primark. Toen ik met mijn zusje naar Eindhoven ging, was het gewoon veel leuk. Dat gewoon... Je kwam binnen en je voelde al die hemelse iets. Ja, van, oh, waar moet ik beginnen, ja, hè? Maar dat heb je hier niet. Hier heb je dat helaas. Hier kom je binnen en je voelt meteen depressie. Wij zijn net klaar met een beetje shoppen. Een beetje shoppen in de Primark. Nou, wat ik altijd doe, ik weet niet of jullie dat ook doen. Ik ga altijd tellen. Zodat ik niet zodat ik niet voor verrassing kom te staan. Want met Primark heb je dat altijd. Je pakt zoveel. En je denkt, oh, dit is goedkoop. En uiteindelijk sta je voor de kassen en dan betaal je €300 of zo. En om dat te voorkomen, tel ik altijd wat ik gewoon heb gepakt. En als het te veel is, als het boven mijn budget is, dan leg ik een paar dingen terug. En ik heb dus bijvoorbeeld al deze... Kijk, mijn zak is echt helemaal vol. Die van Girlchild niet. En we gaan een schatting doen. Eigenlijk op een of andere manier. Ik vind het echt wel leuk. Maar dit laat me echt twijfelen. Ja, maar als je het leuk gaat maken met die band. Met ja, de leuke sandalen of zo. Dan kan het wel leuk worden. Oké, okay, Girlchild, hoeveel denk jij dat hier is? Oh, Girlchild heeft gezegd €150. Ik denk tussen de... Ik denk... Ik ga voor €200. Ik ga voor €200. En bij Girlchild denk ik dat er... €50. Ik denk €50 bij Gotje, maar ik ga nou tellen. Nou, die zal niet zo duur zijn. En ik heb heel veel dubbele dingen, dus voor mijn kinderen. Ik zal meteen laten zien wat ik allemaal gepakt heb.
En ik vind alles, ik ben gewoon over mijn budget hier, maar ik vind alles gewoon te leuk. En dit, ik vind deze jurk zo leuk. Oké, wat zou je doen? Ik zou een shirtje of een jurkje echt niet terug. Nee? Ik vind het echt heel leuk. Oké, met dit jurk erbij kost alles 178 euro. Reden, ja, oké. Het is wel redelijk en je hebt echt wat. Ik heb niet eens een leuke setje voor. We zouden toch die broek... Hebben jullie uiteindelijk niet gepakt? Nee, maar dat was toch niet. Ik wilde toch boven kijken. Maar met wat zou ik het ook alweer aantrekken? Aan doen? Oh, met dit. Oh, en dan die broek. Ja, en aan, gewoon ook met het basic knippertje. Oké. Okay. Nee, boven heb je wel voor 11 normale grote broekjes spijkers. Ja, ik heb die gezien. Oké, mensen, dit is de schade. 178 euro. Ja, even nadenken wat ik ga doen. En ik heb burger. Nou, ik heb dus frikandel speciaal en ik heb lekker grillburger. We zaten echt te denken van... Hey, gaan we gaan eten. Fijn dat je er bent. Help je mee? Want McDonald's en zo zijn nog niet open. Maar hoe ervaar jij aan de stad, Gotjan? Houd afstand. Bij drukte... Hoe wil je die afstand te houden? Blijf gezond. Alleen andere houden niet altijd. Rekening mee. Vertrouwde febo-kwaliteit. Maar los van dat, ja... Nee, ik vind het eigenlijk nogal oké. Okay. Maar ik zag je eerlijk zeggen, ik vergeet soms ook om afstand te houden. Dan ben ik zo in mijn eigen wereld, dan loop ik. En dan zie ik die mensen kijken naar mij en dan denk ik, oh ja, afstand houden. Ja. Okay, het is toch niet bij mij echt doorgedrongen. Maar ook omdat op het werk bijvoorbeeld, kunnen wij geen afstand houden. Dus... En thuis hou je sowieso geen afstand van mensen. Nee, dus als je eenmaal even buiten bent, dan het zit gewoon niet in mijn systeem eigenlijk. Nee, omschakelen is vermoeiend. Ja. Maar het is ook wel druk hoor. Nou, maar het is ook lekker weer. Ja. Maar ik heb gehoord, ik weet niet of het waar is, omdat een nieuwe wet gaat worden. Anderhalve? Dat is ook goed. Ja. Dat Nederland, zeg maar, of in Nederland gewoon met handen schudt, dat ook gewoon op dit moment ook dit gewoon groente blijft. Dus. Ik is maar helaas niet geslaagd. Want, wat zocht jij eigenlijk? Ja, ik zocht eigenlijk zo'n stoere motorrijlaarsachtig iets. Maar ze hadden een paar hele leuke, maar niet meer in mijn maat. En ze hadden eentje die was echt van dat lak, maar weet je, dat is te opvallend. Voor mij wordt toch iets wat simpeler. Ja, iets wat bij jou past. Ja, en ook dagelijks kan, onder elke broek. Ja, en ik had ook zoiets van, ja, wil ik ook iets? Maar dacht ik, nee, als ik ga kopen... Ik vind het wel heel leuk en heel tof, want ik zie dat altijd met mijn zusje. Maar als ik het ga kopen, koop ik het gewoon puur om te... kopen. Ik ga nou naar Rituals en dan gaan we naar een andere schoenenwinkel. Misschien dat ik daar wel even ga filmen, als we het niet moeilijk gaan doen. We zitten nou in de schoenenwinkel, wat ik jullie heb gezegd, wat we naartoe zouden gaan. Gotjan is eindelijk geslaagd. En ze komt er zo aangelopen. En dan gaan jullie zien. Dit doet mijn man ook altijd. En normaal kan ik daar niet tegen, maar bij haar vond ik het wel grappig. Oké, daar komt ze. Jan. Kijk, ze heeft net gekocht en dat doet mijn man ook, hè? Mijn man, als hij iets koopt en hij vindt het vet, hij blijft met dat kleren of schoenen aan. Echt? Ja. Ik doe ook wel heel vaak hoor. Ja, in de kledingwinkel doe ik dat niet zo snel, maar schoenen doe ik dat wel vaak. Nee, ik doe dat gewoon nooit. Ik kan er gewoon eigenlijk niet zo tegen. Heb je die schoenen gezien? Ja. Hey mami. Hey mama. Alles goed? Ja. Mm-hmm. Ik zie je achterrijden. Wat zei je? Ga je auto rijden? Ja. Ga jij auto rijden? Ja, mama. Nova, Bira, anders val je. Gewoon normaal lopen. Even wachten. Ik ga zitten. Oké. Doe maar zwaaien. Zeg abonneren. Abonneren. Zeg like, geef me een duimpje omhoog. Dankjewel. Mama. Hele goedemorgen. Vandaag is het donderdag, hemelsvaartsdag. Ik heb op last minute heb ik vrij gekregen. En eigenlijk zouden de kindjes bij opa en oma gaan zwemmen heel de dag. Omdat het vandaag zo lekker weer wordt. Maar gaat helaas niet door.
omdat opa gaat klussen. Dus ja, ik had zoiets van, weet je, ik ga niks met de kindjes doen, maar ik heb zo'n erg honger, dus waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe? Even. We gaan lekker eten halen en jullie mogen later. Niet goed slapen moet niet functioneren. Dat heb ik ook. Voor mij. Dames, zeg hallo. 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 Je stem klaart mij echt, man. Hallo. Hier ben ik. Waar zijn wij? Waar zijn wij? Daar. Waar is dit? Wat gaan we eten? Donald. McDonald's, ja. Oh, wacht even. Wij zijn hier. Zo, we zijn lekker thuis aanvallen. Dank voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, te belletje drukken en te liken. En laat een comment achter. Een reactie achter. Dag. Oh, jij ook. Dag. Dag. Wat was je, Jalen? Daaaah! Ik blijf! Dat was lang! Duimpje omhoog! Ja, duimpje omhoog!